Yo, kids. Vandaag gaan we de baby freeze aanleren en ik ga in 4 simpele stappen uitleggen hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Klaar voor? De eerste stap. De eerste stap is dat je met je rechtervoet op de vloer zit, knie omhoog en je linkerbeen, ik zal het even laten zien, linkerknie zit op de grond en je tenen aan de vloer. Dus leg hem niet neer en ga helemaal zitten. Net even op je tenen. Zorg dat je vanuit hier je handen gewoon los kan laten, dus dat je stabiel zit. Stap 2. Stap 2 gaan we onze linker elleboog in onze knieholte brengen. Stap 3. Stap 3. Namelijk stap 2 was al linker elleboog in knieholte. Stap 3 is je rechter elleboog aan de zijkant bij je bil. Dus die komt hier. En mijn handen, die wijzen allebei gewoon nog steeds omhoog. Die kan je straks zo neerzetten op de vloer, dus dan gaan je vingers naar buiten. En stap 4, dat is het lastigste gedeelte. We hebben de positie links en rechts. En bij stap 4 gaan we naar beneden. En dan komt ons hoofd naar de vloer. En de benen komen omhoog. Dus ik balanceer om mijn ellebogen aan de zijkant van mijn rechterbeen. Oké, laat het nog één keer van de zijkant zien. Dus mijn ellebogen op mijn been. Zorg dat je je hoofd als eerste naar de vloer brengt. En dan kan je hem ook nog wisselen van been. That's it.